van harte welkom allemaal op deze prachtige locatie, de Seamine in Genk. Wij gaan het vanavond samen presenteren, de uitreiking van de Gouden Baksteen editie 24, zoals jullie al hoorden, met muziek. Gesprekken uiteraard, muziek van de Starlings, Reggie, die het afterparty komt spelen, dus de temperatuur in de woonkamer gaat zeker stijgen straks. De genomineerden van de initiator van het jaar staan hier op mijn social wall. Jan Vrijs van Skillpop, Frederik Kliemann van Skype.bv's en Benjamin Callens van R&D Interior Projects and Design. Maar waar zit die award? En die zit bij Jan Vrijs van Skillpop. Fantastisch! Ja, wie wordt die motivator van het jaar tijdens deze awards? Natuurlijk de Gouden Baksteen, de Tor Awards. Oh, Krijn heeft de award eruit gehaald. Inderdaad, Krijn, proficiat met jullie award, de motivator van het afgelopen jaar. De innovator van het jaar 2020, wie zou dat kunnen zijn? De laatste Tor Award. Bij Jonas hebben ze intussen ontdekt dat ze gewonnen hebben. En als het afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat het over innovatie moest gaan. Oké, dan gaan we denk ik overgaan, of moeten overgaan tot de bekendmaking. Ja, ik wil het heel graag weten. De winnaar van de Gouden Baksteen 2021 is premier Alexander De Croo. Eerst en vooral wil ik de Bouwunie en al haar leden danken voor de onderscheiding van de Gouden Baksteen die ik gekregen heb. Komen uit een moeilijke periode. Ik ben ervan overtuigd als we eruit komen, dat jullie en dat de bouwsector in zijn algemeen daar een zeer belangrijke rol gaan spelen. Nogmaals bedankt en veel succes in de komende maanden. Bedankt om er allemaal bij te zijn. En volgend jaar opnieuw? Ik denk het wel, hè. Heel graag zelfs. Tot volgend jaar, mensen. Tot volgend jaar. Bye. Bye.